Hallo, ik ben Dries van den Elzen. Welkom bij deze Autovisievlog. Zoals je kunt zien sta ik hier in een hele bijzondere omgeving. Dit is het carousel van de Nürburgring Nordschleife. Ja, en die Nordschleife dat is natuurlijk het epicentrum van de Europese auto-industrie. Althans, van het testgedeelte daarvan. Ja, en dat Kia mij hier met de nieuwe Sportage achter mij hier naartoe brengt, ja, dat is natuurlijk niet zomaar. Zij willen laten zien dat die nieuwe Sportage gewoon in alle opzichten voldoet aan de wensen van de Europese consument. Nou, een van die wensen is het fatsoenlijke weggedrag. Dat viel bij de vorige Sportage en zustermodel, de Hyundai iX35, af en toe nog wel een klein beetje tegen. Nou, ik ga hier vandaag een klein beetje op het circuit en daaromheen de auto testen. Tja, Kia heeft ons natuurlijk niet voor niets uitgenodigd om met de nieuwe Kia Sportage te komen rijden op en rondom het zwaarste circuit ter wereld, de Nürburgring. Nee, wat ze daarmee willen aantonen is dat ze tegenwoordig heel goed in staat zijn om een auto te bouwen die tot in detail voldoet aan de smaak van de altijd kritische Europese consument. Ja, dat betekent dus ook een fatsoenlijke weglegging, fatsoenlijke remmen, communicatief stuurgevoel. Ja, dat zijn dingen waar het bij de vorige Sportages nogal aan schortte. Maar een aantal jaren geleden heeft Kia samen met Hyundai, dat is één concern, hier pal naast de baan een ontwikkelingscentrum neergezet. Een heleboel techneuten zijn daar aan de slag, dag en nacht, om auto's tot in dus die fijne details ook gewoon goed te maken. Ja, en dat merk je. Je zult denken, ja, wat moet je met een gezinsauto als een Sportage nou op de Nürburgring? Ja, we zijn hier niet om rondetijden neer te zetten. Nee, die Nordschleife, dat is een zwaar circuit en dat is niet alleen voor raceauto's, maar ook als je er met een doodnormale auto overheen poendert. Dan verg je daarvan het uiterste, hè? Dus ook op het gebied van wegligging en remmen en dergelijke. Dus, met andere woorden, als de auto dat circuit overleeft, ja, dan overleeft hij alle mogelijke situaties die je met je gezinnetje op de openbare weg tegen kunt komen. Ja, wat zo'n circuit natuurlijk ook heel fijn voor is om de fijnafstemming van de besturing en dat soort dingen te doen. Ja, dat was voorheen bij Kia ook niet zo goed. Ja, lang verhaal kort. Je merkt nu gewoon dat er ontzettend veel ontwikkelingswerk door professionals in deze auto is gaan zitten. Het is nu een auto die er iets minder misschien uitziet dan de vorige, maar nog steeds best goed. De bouwkwaliteit is minimaal op het niveau van die van de meeste Japanners en bijvoorbeeld de merk als Ford. En ik denk dat een gemiddeld Frans merk zich zomaar een klein beetje zorgen kan beginnen te maken dat ze door de Koreanen zijn ingehaald. Ja, wat blijft er dan dus over? Dit is een auto die je gewoon eigenlijk mensen helemaal niet meer kan afraden. Bedenk ook nog eens dat er dus 7 jaar garantie op zit. Ja, dat is nu geen één ander merk dat aanbiedt. Het is een auto waarvan ik nog niet echt iets heb kunnen vinden wat me niet bevalt. Ik heb ook al dit is de diesel waarmee ik rijd met handbak, vierwielaandrijving. Nou, even hiervoor ook al met de 1.6 benzine turbo gereden die in Nederland het meeste verkocht gaat worden. Met een 7-traps automaat met dubbele koppeling. Ja, en ook die is gewoon prima. Het is allemaal niet super spannend, maar het is een auto die doet wat een auto van een gezin moet doen. En dat was voorheen niet zo. Hè. Kia en Hyundai waren de price fighters. En nu zijn het gewoon fabrikanten van auto's die door iedereen gekocht kunnen worden. En dat is best knap in zo'n korte tijd.